Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. We staan hier weer op mijn piratenschip en ik heb een aantal dingen waar ik mee wil beginnen. Oh, wat spannend is het weer! Ten eerste is daar in de verte bij de schatkist van kapitein Bruinbaard ineens allemaal dynamiet te zien. Dus ik denk dat iemand mijn schat wil stelen. En ik heb hier een nieuw boekje staan met een soort van puppy erbij. Oh, het was net de puppy dat ik ingelogd had. Alleen nu is het geen puppy meer. Laten we even kijken wat er staat. Blaf! Ik ben agent hashtag 0000. Ik heb nog geen echt getal, want ik ben niet op missie gestuurd door iedereen's favoriete cowboy. Ik ben hier stiekem omdat we ons een beetje zorgen maken om onze lieve cowboy. Ik hoor ineens een zombie. Wacht heel even. Waar ben je, meneer zombie? Enorm vervelend. Daar is hij. Vermoord hem. Vermoord het monster. Zo. Ik ben hier stiekem omdat we ons een beetje zorgen maken om onze lieve KB. Hij is laatst zijn cowboyhoed verloren. Dit, jongens, dit is een noodgeval. En sindsdien is hij mega sip. Jij als beste, loyale, trouwe vriend kan hem vast helpen. Mocht je nou geen idee hebben, dan weet Bruinbaard misschien wel raad. Hij is namelijk vrij groot en heeft vast wel eens gezien waar die hoed heen is gewaaid. Wil je alsjeblieft wel een beetje opschieten? De beste cowboy is... De beste cowboy ooit is vrij veel aan het huilen op het moment. Alle agenten worden een beetje lijp van. Een lik en een snuf, het agententeam. Jongens, agent 000 is naar me toegekomen omdat meneer KB zijn piratenhoed of zijn piraten cowboyhoed is verloren. Agent 000, ik ga gelijk direct op pad naar de kapitein Bruinbaard standbeeld of het kapitein Bruinbaard standbeeld. Ik ben onderweg, jongens. Dit is een noodgeval. Piraten en cowboys staan samen sterk. Het is de bedoeling dat we ook sterk blijven staan. Daar in de verte is het standbeeld van kapitein Bruinbaard. En als het goed is daar mogelijk meer informatie. Misschien dat kapitein Bruinbaard iets gezien heeft. En we hebben nu natuurlijk een nieuwe route waardoor we erheen kunnen. Gewoon hier onder de waterval langs. En ik ben ook nog steeds heel benieuwd naar waarom er allemaal dynamiet in mijn schatkist zit daar. Dat is ook niet de bedoeling. Kapitein Bruinbaard, o machtige piraat. Heb jij meer informatie voor mij? Ik zie hier, jongens, bij kapitein Bruinbaard de Machtige een nieuw boekje. Met een barrel erin, met een bootje. Oh jee. Ahoy, maatje. Cowboy Billy heeft hulp nodig. Ik ben helemaal van steen, dus ik kan echt niks doen. Dat klopt, dat klopt. Maar misschien kan jij wat voor hem betekenen. Cowboys zijn echte toppers, dus waarschijnlijk heeft hij wel wat voor je nadat je hem geholpen hebt. Gedraag je wel een beetje, hè? Achter, kleinzoon van me. Ja, kapitein Bruinbaard is natuurlijk mijn overgroot opa, jongens. Overgroot opa, niet overgroot vader, overgroot opa. Misschien is het iets kleins, maar denk aan die balans op het continent. Die wil je absoluut niet verstoren. Er zit nog wat handigs in de barrel hieronder ook. Jar! Nou jongens, een prachtig bootje, lekker varen. Oh, we moeten naar Cowboy Billy. Zit hier nog wat in deze barrels? Waarschijnlijk niet, deze zijn helemaal leeg. Jongens, ik kan met dit bootje echt heel goed varen. Dat ga ik jullie even laten zien. Plaatsen we het bootje helemaal mooi hier. Zo, kijk, hoppakee. Dit is een roze piratenbootje. Wie had dat verwacht? Ik niet. Ik absoluut niet. Dan heb je daar de nieuwe stallen van meneer KB. Onze meneer Cowboy. Dan hebben we hier onze prachtige kraken. En als het goed is, kan ik hier achterlangs. Kan ik dan of erdoor. Of ik moet nog even wel uit mijn bootje. Waarschijnlijk moet ik nog uit mijn, bootje stappen. Dat maakt niet uit. Billy! Ik kom eraan, jongen. We gaan varen. Naar Cowboy Billy. Misschien dat Billy wel weet waar de piratenhoed van meneer KB is. Ik hoop dat Billy een idee heeft. Oh, machtige. Prachtige cowboy Billy. Weet jij misschien waar de piratenhoed van meneer KB is? Misschien weet jij meer. Oh, daar is hij. De cowboyhoed, jongens. Hij ligt hier gewoon voor... Oh, hij is van zijn hoofd gewaaid en helemaal hier naartoe gewaaid. Hou die dikswabbertje. Ik hoor van mijn oude vriend Bruinbaard dat jij mij wel wilde helpen. Ja, absoluut. Ik heb namelijk een cowboyhoed gevonden van de beste, liefste, meest behulpzame inwoner van dit continent. Bedoelt hij dan niet mee, kapitein Knalnut? Staat meneer Cowboy, maar volgens mij bedoelen ze kapitein Knalnut. Wel onhandig van hem dat hij hem kwijt is geraakt. Ja, dat is niet echt heel top. Maar dat is gebeurd tijdens een waanzinnig bouwproject. Het zijn de mooiste stallen die ik ooit heb gezien. Houden. Ja, jij kan wel mooi van naar de stallen kijken vanaf hier, hè? Maar goed, ik ben een standbeeld, dus ik kan die hoed niet terugbrengen. Nee, dat snap ik, dat moet ik doen. En jij bent een piraat en ik kan, ik kan je voor geen meter vertrouwen... om te laten zien dat je echt bevriend bent met cowboys... en nooit, maar dan ook nooit bijvoorbeeld iets van een bank zult beroven. Hé, 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 wacht eens even, jongens, wacht eens even. Bank beroven? Nou, dat zie ik mezelf nog wel doen. Heb ik een opdracht voor je. Voer je deze opdracht goed uit, dan mag je die cowboyhoed teruggeven... en krijg je van die geweldig, fantastische achterkleinzoon van me... ook vast een cadeau waar je altijd van hebt gedroomd. Dus als ik de opdracht goed uitvoer, mag ik de hoed aan meneer KB teruggeven. En krijg ik ook nog wat van meneer KB terug. Maar voer ik hem niet goed uit, dan moet je de rest van je leven over je schouder kijken.
Waarom? Dit is dus een belangrijke test, piraat! Draag voor een hele aflevering deze cowboyhoed en gedraag je als een echte cowboy. Groet met een Wacht. Groet met een howdy. Zeg doei met adios. En vergeet vooral niet vriendelijk, oplettend, behulpzaam en rechtvaardig te zijn. Oh, en je haat water! Nee! Is dat gelukt? Ga dan met de cowboyhoed naar meneer Cowboy. En vertel hem over deze opdracht. Hij zal je dromen werkelijkheid maken. Succes en veel plezier. Ah, dit meen je. Ik moet deze hoed pakken. Moet ik mijn piratenhoed afdoen? Moet ik een cowboyhoed opdoen? Howdy, Sheriff Knalnut. Tot uw dienst. Dus nu, voor de rest van deze aflevering, ben ik in één keer de hoed is veel te klein voor mijn hoofd. Ik ben gewoon ineens en ik haat water. Oh ja, dan gaan we snel even varen. Gadverdamme, over het water. Jeetje, dan moet ik de hele aflevering moet ik me gedragen als een cowboy. Wacht eens even. Howdy, howdy, howdy. Lieve mensen. We zijn in cowboyland. Ik ben een cowboy. Oh, verkeerde kant. Ik ben een cowboy. Ik zie er niet uit. Maar we zijn vandaag even een cowboy blijkbaar. Dus we moeten ook het normale cowboy leven gaan leiden. We zijn vriendelijk. We zijn behulpzaam. En we zeggen howdy en adios. Dus laten we heel even kijken of we meneer KB zijn paarden even kunnen voeren. Even kunnen kijken of we nog andere nuttige dingen voor hem kunnen doen. En dan kan ik na afloop, mag ik eindelijk gelukkig de piratenhoed weer opdoen. En deze cowboyhoed afgeven. Maar howdy, howdy, howdy. Ik ben een cowboy. Goed, stallen van meneer KB. Hebben jullie White Lightning? Hebben jullie nog eten nodig, jongens? Volgens mij wel, hè? Hebben jullie nog wel ergens eten? Weet je, ik ga eten voor jullie halen. Niks aan de hand, jongens. Geen zorgen. Kijk, dan gaan we hier eventjes mooi wat eten slopen. Zo, hoppakee. Dit is mooi voor de zee. Of dat meer, de rivier, weet ik veel. Gaan we ook op Amigo rijden? We gaan zeker op Amigo rijden. Amigo, je bent nu heel even deze aflevering van mij. Kijk me nou! Howdy! Oké, lieve diertjes. Kom eens hier. Jij krijgt van mij een weed. White Lightning. Oh, dat kan. Zeker wel, ja. Oké. Dan krijg jij er ook eentje, deputy. Spitfire krijgt er een. Sheriff. Oh, jij wil niet. Oh, Sheriff wil niet. Oké, wie is dit? Geen idee. Naamloos, jij hebt er eentje gekregen. Wie is dit? Naamloos heeft er eentje gekregen. Je hebt ook geen naam, zeker? Nee, maar je hebt er wel een gekregen. Jij een naam? Ja. Nee, je hebt geen naam. Jij een naam? Marshall, jij krijgt ook er eentje. Wie zijn dit? Ezeltjes, cactus en Nacho. Jullie hebben ook gekregen. Jij krijgt er een. Jij bent leeg en jij bent ook leeg. Nou, jongens. Dat is toch geweldig? Maar ik zit nu nog met één ding. Zit ik een beetje... Dat vreet een beetje aan me. En dat is het feit dat meneer de grootstandbeeld Cowboy Billy daar... Die zegt dat hij mij niet vertrouwt. En dat ik een bank zou overvallen of zo. En het ding is, ik wil ook heel graag die bank overvallen. Ik wil heel graag deze bank overvallen. Dus het ding is, jongens... Ik wacht als cowboy, gaan we eerst even scouten. Ik ga het gewoon doen. Weet je? Op puur omdat je dat zei, meneer Cowboy Billy. Ga gewoon die poepbank hier overvallen. En dan niet eens als piraat. Nee. En ik weet dat dit niet de afspraak is. Ik weet dat ik nu in de problemen ga komen. Ik weet dat ze dan gaan zeggen... Ja, maar je moest vriendelijk zijn. Je moest de goede cowboy zijn. Het is gewoon tijd om een bandiet cowboy te zijn. Even kijken. Wat hebben we hier binnen allemaal, jongens? Dus het enige is, er zijn allemaal agenten hier. En dit is alleen voor personeel. Maar ja, ik zie er wel uit als personeel. Dus laten we even spieken. Oké. Allemaal spulletjes hier. Wat is hierboven? Wat is hierboven? Allemaal agenten. Ah, hier heb je de agenten. Oké, dit is het agentenverblijf. Heb je hier James Hond? Wat hebben we nog meer? De Boom des Levens. Piratenland. Het Kaboutercasino. Ah, en Rick Force vervelend stadsmens. Alles wordt in de gaten gehouden, jongens. Oké, duidelijk. Heel duidelijk. Ik weet genoeg. Oh, wat zijn dit? Ook wc'tjes. Oké. Ik weet genoeg, jongens. We gaan wachten tot het donker is. Oh, er is wel een bewaker hier. Daar moet ik voor oppassen. Bulldog. Oh jee. Daar moeten we voor oppassen. We gaan even rustig hier wachten op het veranda tot het donker is. Gaan we even zitten. Wachten we tot het donker is. En dan is het tijd om toch de bank te overvallen van meneer KB.
goed, jongens, we zijn enorm slecht geweest. We zijn niet zomaar gewoon even de bank gaan overvallen, maar gewoon de bank van onze trouwe, loyale vriend, meneer Cowboy. We hebben de bulldog, oftewel de bewaker, uit de bank moeten halen om natuurlijk de bank veilig te kunnen overvallen. Het eerste wat er gebeurde was dat het ding boos werd. Dus die zit nu mooi hier op mijn schip in een, hoe heet het? In een celletje hier. Dan heb ik hier de schatten van de bank van KB, wat ik gestolen heb, jongens. Ik heb alle kaarten die hij gestolen heeft aan agent staat, zodat hij een beetje de weg kwijt is met waar wat alles staat. Dan heb ik al het goud natuurlijk gestolen. Ik heb zijn computers gestolen. En ik heb de revolver van Billy. Die heb ik ook gestolen. Ik wilde eigenlijk ook de honden stelen. Maar ik dacht, ik doe dat maar niet. Ik wil niet te veel stelen. Ik wil gewoon leuke dingen stelen. Maar ik ga dit nu veilig op een plekje opbergen, jongens. En ik ga niet tegen jullie zeggen waar. Want dat gaan jullie natuurlijk onder de reacties van meneer KB zijn video achterlaten. Dus ik ga dit even een veilig plekje geven. En dan ben ik zo terug. A few moments later. Goed, jongens. we hebben de schatkist hebben ergens verstopt. Hebben ergens onder de grond begraven, zoals het hoort. Laten we heel even snel, want er is nu niemand online, nog één keer langs de bank gaan van meneer KB. En dan kunnen we heel even kijken wat voor chaos ik heb achtergelaten. En er zijn niet veel meer dingen die ik nog wil stelen. En oh, ik ben zo benieuwd naar meneer KB's reactie. Ik bedoel, ik moest letterlijk zijn hoed. Ik heb zijn hoed nog steeds op, zoals je kan zien. Howdy. En ik moest een hele vriendelijke cowboy zijn. In plaats van dat ik een vriendelijke cowboy ben, ben ik gewoon echt het tegenovergestelde gaan doen. En gewoon nog steeds een piraat, maar dan in een cowboy outfit. Zoals je kan zien heb ik de Howdy die daar staat ook in een ahoy veranderd. Dit omdat ik Howdy moet zeggen terwijl ik een piraat ben. Dan dat kan niet. Dat kan ik niet doen. Oh man. Ik hoop echt niet dat... Dit is denk ik het ergste wat ik ooit bij meneer KB heb gedaan. Gewoon zijn bank overvallen. Ik ben zo benieuwd naar wat hij hier tegen gaat doen. Dat gaan jullie natuurlijk gewoon in zijn video zien. Oh, maar kijk wat ik heb gedaan, jongens. Kijk wat ik heb gedaan. Wacht. Laten we mijn paard even hier neerzetten. Kijk nou. Ik heb hier gewoon kanonnen neergezet die letterlijk aan het schieten zijn. Ik heb hier een cactus omver gereden met dit kanon. Ik bedoel, het kanon moest hierheen. Dus de cactus is omver gereden. Grote kanonskogels hier. We hebben hier een mega, wat is het, kanon. En die heeft hier de muur opengeschoten. Daardoor alles is in de rook, alles staat in de fik hier binnen. Ik heb zijn goudkist heb ik helemaal leeg geroofd. Gewoon hier, kijk, helemaal leeg. De revolver van Billy gestolen. De bulldog hebben we hier gepakt, waardoor overal hier chaos is ontstaan. Hierboven nog meer chaos, de computers zijn gestolen. En dan hebben we hier al die chaos. Ook hier lag de revolver. En de dingen hier, de map heb ik gestolen. En zoals je kan zien, ik kan niet echt de honden stelen. Ja, met bootjes zou ik dat moeten doen. Leads werkt niet, want ze zitten. Dus ik kan ze niet echt meenemen helaas. Anders had ik die honden ook mee. Al die agenten had ik ook echt meegenomen. Misschien dat ik alleen deze mooie poster hier nog wil. Deze plunder ik ook. En geen zorgen jongens, meneer KB krijgt dit ooit vast wel een keertje terug. Maar we zijn een piraat die geforceerd de cowboy moeten zijn. Daar gaan we niet mee akkoord jongens, dat snappen jullie zelf ook. Laten we deze banners nog even meenemen. Nou en dan laten we daar ahoy achter. Gaan we terug naar huis. Hangen we die banners even mooi boven voor mijn eigen bedje neer. En dan ben ik heel benieuwd naar meneer KB zijn reactie. Ik heb absoluut de uitdaging van Cowboy Billy daar gefaald. Ik hoop dat het eindelijk ook een beetje dag wordt. Dus dan heet het nacht. Maar we hebben de uitdaging van Cowboy Billy en kapitein Bruinbart hebben we gefaald. Dus ik hoop dat de harmonie in het continent van Content Veen wel blijft. Maar ik ben bang dat er nu wel dingen verstoord worden. Ik ben heel benieuwd waar dit allemaal heen gaat. Maar ik kon het niet laten. Het spijt me. Goed, dan zetten wij snel weer mijn prachtige paardje terug in de stal. Hoppakee, zo. Ik moet wel oppassen, want ik word wel door de agenten van meneer KB in de gaten gehouden. Daar moet ik wel voor op blijven passen, jongens. De revolutie van de piraten is begonnen, maar dan als cowboys. Oké, waar hangen we deze prachtige banner op? Ik denk, even kijken. Waar gaan we dat doen? Hier. Zo, zo. Oh, dat kan niet, wacht. Komt-ie. Zo. Zo, en dan zo. Hoppakee, kijk, dan hangt hij nu mooi boven mijn eigen bedje. Spijt me, agent 000. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik nu moet doen. Ik had oprecht niet mijn aflevering zo ingeschat. Ik dacht, wat gaan we doen? Ik wilde ooit een keer al de bank overvallen van KB. Maar ik wist niet dat het zo snel al ging gebeuren. Goed, dan is er nog één klein dingetje, jongens, wat ik aan jullie wil laten zien. In de volgende aflevering ga ik kijken naar wat die dynamiet daar bij kapitein Bruinbaard's schatten betekenen heeft. Ik heb het gevoel dat iemand me wil gaan beroven. Maar toen ik hier vrolijk aan het rondlopen was als vredige piraat dat ik ben. Nou trouwens, vredige cowboy. Ik ben natuurlijk een hele vredige cowboy deze aflevering. Doe niks verkeerd. Heb ik dit hier gezien? Beste piraat, klopt dan niet? Ik ben een cowboy deze aflevering. Uit ons onderzoek is gebleken dat u gebruik maakt van een van onze beacons. Wij willen erop u attenderen dat deze ondertussen al 9 dagen uit ons zicht is. Hier verwachten wij zo spoedig mogelijk een aanbetaling van. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat onze reglementen zijn aangepast. En dat het vanaf nu de bedoeling is om een briefje achter te laten met de naam en datum van het lenen. Wees gewaarschuwd en let op uw schat. Boom, boom. Ah,
nu snap ik hem, jongens. De beacon die daar staat, heb ik bij de boemboemwinkel gehuurd. En dat kost 1 diamond per dag. Nou, inmiddels staat hij... Nee, na 10 dagen zelfs staat hij er al. En ik ben hem helemaal vergeten terug te brengen. Dus dat betekent dat de dynamiet daar een waarschuwing is. Als ik niet snel de beacon terugbreng, dat mijn schat wordt opgeblazen. Oké. Ik weet dat ik zojuist de bankoverval gedaan heb. En ik weet dat ik gewoon best wel kwaadaardig deze aflevering ben. Ik heb een stoute schoenen aangetrokken. Maar ik heb geen zin in dat mijn schat wordt opgeblazen. Dus laten we snel de beacon terug naar winkel Boom Boom brengen. Door hier even onderdoor te zwemmen. Hoppakee. Dan gaan we deze beacon snel even slopen hier. Want deze moet heel snel terug naar de winkel. Ik was hem helemaal vergeten, jongens. Ik was hem helemaal vergeten. Echt stom van mij. Maar dit kost 10 diamond. Normaal kost het maar 1. Uiteindelijk had dit maar 1 diamond hoeven kosten. Omdat ik die beacon natuurlijk gewoon gehuurd heb. En ik heb maar 1 dag gebruikt. Echt iets van 3 afleveringen geleden of zo. Maar omdat ik zo stom was om die beacon te vergeten, moet ik nu 10 diamonds betalen. Dat is wel echt heel, heel vervelend dit. Maar ik ben een vriendelijke cowboy. Deze aflevering staat in het thema van vriendelijkheid en howdy en amigos. Dus we gaan dit gewoon netjes doen. Wij hebben ook niet die bank overvallen. Jongens, weten jullie wat? Ga naar de eerstvolgende video van meneer KB als hij een video maakt over deze bankoverval. En alsjeblieft, verraad me niet. Zeg gewoon in de reacties dat jullie geen idee hebben wie dit gedaan heeft. Jullie hebben oprecht geen flauw idee. Dit ben ik niet geweest. Jullie moeten me even steunen in deze tijd. Ik verwacht steun en toeverlaat. Ondanks dat meneer KB degene is die hier zojuist is beroofd. Dan gaan we hem eventjes netjes in de kist hier terugplaatsen. Zo, hoppakee. Beacon erop. Gaan we snel dit ding terugbrengen. Pakken we nog één keer even snel Benno. Racen we naar de winkelvallei. En dan zijn we hier bij winkel Boom Boom aangekomen. En daar moet ik heel even kijken. Volgens mij was het op de bovenste verdieping. Ja, hier. Hier kan ik snel deze terug doen. En dan moet ik ook de betaling erbij doen. Ze hebben vast wel een ender chest hier binnen. Ja, 10 diamonds. Gadverderidori. 10 diamonds moet ik uitgeven. 1, 2... Oh, wacht hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gadverdikkie dummy. Nou, zij hebben hun diamonds hoor. Snel terug naar huis. Ik ga denk ik ook bewust geen boekje achterlaten bij de bankoverval van meneer KB. Want ik bedoel, er staat vet groot ahoy. Dus het is wel duidelijk genoeg wie het gedaan heeft. En er zit niet een groot motief achter. Het is gewoon, ik ben een piraat. Ik wil plunderen. Stik erin. Maar ik hou nog wel van je, KB. Ik bedoel, howdy, amigo partners. Howdy! Goed jongens, als jullie benieuwd zijn hoe dit verhaal verder gaat, moeten jullie zeker even naar meneer KB zijn YouTube kanaaltje. Daar kunnen jullie natuurlijk zien wat de reactie gaat zijn op de bankoverval. Voor nu hou ik nog even de cowboy hoed en de cowboy outfit. Want ik denk niet dat ik het gehaald heb, de vriendelijkheidstest. En dat ik een vriendelijke cowboy moest zijn. Want volgens cowboy Billy moest ik het einde van deze aflevering, moest ik de hoed teruggeven. En dan ging KB beoordelen of ik vriendelijk genoeg was. Maar dat ga ik nu niet halen. Dus we houden de cowboy hoed ook nog even 1 aflevering. En dan ga je in de volgende aflevering zien hoe dit verder gaat. En of dit wel goed gaat komen. Dus in ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En vergeet vooral niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Hierin heb ik al mijn diamonds weggegeven. Letterlijk alles. En dat is niet waar. Hier wel bijna alles. En nu spreek je later. Glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer, amigos!